Terug. Nou, dat verstaan ze niet hoor. Ho. Nee? Afspraak maken. Door de hoofd. En die schapen die zagen de muur en toen dachten ze dat ze daar ook een kudde hadden. Dus ze lukken niet tegen die glazen muur. Wat gebeurt hier? Nou, wij zijn bezig met een inzamelingsactie om voor het jarige Dordrecht Museum, u weet dat bestaat 175 jaar dit jaar, bepaalde behangselschilderijen van Aart Schouwman te kunnen kopen. Die zijn gemaakt voor dit huis hier aan de Voorstraat 125. Daar hebben ze heel lang gehangen. Toen zijn ze op een goed moment verkocht in zijn geheel. Ze zijn nu eigendom van iemand in Engeland. En die wil de behangsels wel verkopen. Het Dordrecht Museum wil ze graag hebben. En wij hebben een stichting opgericht. De Vereniging Dordrecht Museum en de Stichting Bedrijfsvrienden van Dordrecht Museum. De Stichting Thuis in Dordt. En met die stichting proberen we geld in te zamelen voor deze schilderijen. De schilderijen hebben als onderwerp de trouwe herder, Il Pastor Fido. En wij Dordtenaren worden immers schapenkoppen genoemd. En vandaar dat wij dachten, met deze leuke schapen van de Dordtse schaapskudde willen we aandacht vragen van de Dordtenaren voor deze actie. Dus ze moeten lid worden? Ze hoeven geen lid te worden. Ja, altijd. Graag. We delen kaartjes uit zo meteen en dan kunnen ze een sms'je sturen. En met dat sms'je doneren ze dan weer een klein beetje voor onze actie. Ze kunnen ook naar onze site. Ja, Thuis in Dordt heet die site. En via die site kun je ook een donatie doen. Heel goed. Ja. En goedemiddag. Dankjewel. Wandschilderingen in het Dordrecht Museum te houden voor 3 euro ten behoeve van het 175-jarig jubileum van het museum.